Yo YouTube, vandaag heb ik weer voor jullie een nieuwe video. Gisteren ben ik dus met die vriend van mij naar Brugge geweest. En ja, het was een zeer tof feestje. Oh. Ik ben nog een beetje verkouden. Dan heb ik een soort van verkoudheid heb opgedaan in de trein toen een Walibi ging eergisteren. Het feestje, of ja, naar Brugge gaan gisteren met die vriend van mij was vrij plezant. Ik ben eerst naar die gast geweest, ik ga geen namen noemen. Ben eerst naar die gast geweest, naar hem thuis. En we hebben daar van alles gedaan, we hebben daar een beetje, men zegt daar ook, een pre-drink gehouden. Was ook vrij plezant. En het was een vrij tof feestje. En daarna zijn we gaan eten in Brugge in de Auteur. Ik denk dat de meesten dat niet kennen. Ik denk dat enkel van Brugge moest zijn, als je dat kent, dat is de Auteur. Was zo'n soort van Indisch restaurant, dus was heel lekker. En en daarna zijn we dus een paar glazen gaan drinken. Dat was vrij plezant. We hebben zo'n beetje van café naar café geweest. Allee, ik vond het in feite dat het een beetje leek like een kroontocht. Een kroontocht is ook zo van café naar café naar café. Dat was wel plezant. En het was, ik weet niet hoe laat het was. Ik denk dat het 2 uur was of zo. Dus het was een plezant feestje. En nu heb ik dus voor de rest van de dag niks te doen. En dan morgen vertrek ik naar de Sweet 16. Ik ga ook geen namen noemen. En dat wordt daar ook een magnifiek feestje. Het is met blijven slapen en het is ergens aan de kanten van de campen. Dus het is wel ineens op de trein zitten, ongeveer een uur en een half op de trein zitten. Maar het is een plezant feestje. Het gaat zeker een plezant feestje worden, ik voel het. En dat is ongeveer zo'n beetje mijn planning. Maar wat ik hier wil zeggen is ook, jullie vragen zich dat waarschijnlijk als ze, ja Anton, waarom vlog je niet als je ergens naartoe gaat? En dan is ze van, ik wil dat wel doen, maar dat komt zo, ik vind dat persoonlijk, dat komt zo awkward over. Als ze van, hallo, ik loop hier met mijn camera en dit en dat en Ciela. Ik vind dat zo awkward overkomt. Misschien dat ik het moet proberen. En ik ben ook van plan, jongens, ik denk na die Sweet 16 dat ik niet veel meer te doen heb, of dat ik niet veel op de agenda meer heb staan. En dan denk ik dat ik ik denk wel dat ik dan ga beginnen met een vlog. Met de challenge. Moet ik hier in de comments zetten welke challenge zij allemaal wil zien. En dat komt altijd op mijn kanaal. Ik ga dat proberen zo goed mogelijk uit te voeren. En eigenlijk ben ik serieus, ik ga echt challengen in de vakantie. Het is omdat, ik heb het al een paar keer verteld, maar ik heb er echt geen tijd voor. In schoolweek heb ik daar echt totaal geen tijd voor. En dan dacht ik van, waarom doe ik dat niet een keer in de vakantie? Ik heb dan tijd genoeg, het is al mooi weer. Dus, we kunnen dat een keer proberen. Ik denk wel dat ik dat zie zitten. Ik denk dat jullie dat ook wel een keer gaan zien zitten. Niet, want jullie denken altijd van, weer die vlogs en weer dit en weer dat en weer dit en Ciela. Maar, je weet nooit. Nee, mijn stem is ook wat klopt. Maar, je weet nooit. Dus, mannetjes, dat was weer de vlog voor vandaag. En dan hopelijk komt er morgen weer een nieuwe vlog. Dag!